Colin, we kennen je natuurlijk van Kop en Kres. Ja. Van de verpakkingslijn, teelt. Maar in het dagelijks leven heb je nog veel grotere passie. En dat is? Ja, voetbal. Naast Kop en Kres ben ik ook veel op de voetbalvelden te vinden. En vandaar dat we nu in het mooie Hengelo vanmorgen gestrand zijn. Ja. Hoe lang zit je al bij Sparta? Dit is mijn eerste jaar. Ik ben in de zomer begonnen. Ja. En dat bevalt goed. Ja. Dan speel je onder 11, maar je speelt eigenlijk op topniveau. Want je hebt alle stadions van Nederland, of alle grote clubs al gezien, denk ik. Ja, we spelen in de Eredivisie hoog. Dat betekent dat je tegen de beste clubs van Nederland speelt. En dat zijn PSV, Ajax, AZ, Utrecht. Feyenoord doet helaas niet mee. Maar dat betekent een hoog niveau voor de jongens. En we reizen heel het land door. Ja. En deze keer even een vriendschappelijk drieluik met Vitesse en Twente. Wat waren de uitslagen vandaag? Ik hoorde net dat we 5-1 hebben gewonnen van Vitesse. En 12-7 hebben gewonnen van FC Twente. Ja. Maar het lijkt haast wel korfbal. Ja, we spelen op twee velden tegelijk, 8 tegen 8. Dus je telt eigenlijk alle blokjes bij elkaar op. Het zijn allemaal korte blokjes van 17,5 minuut. En uiteindelijk telt de scheidsrechter alles op en dan komen er zulke uitslagen uit. Ja. En de ene keer zie ik 7 tegen 7 en de andere keer 8 tegen 8. Hoe komt dat? Ja, nee, we spelen 7 tegen 7, 8 tegen 8. We hebben ook al 11 tegen 11 gespeeld. En dat is dat we de jongens alle disciplines willen leren, willen aanleren dat ze daarmee bekend zijn. Dus deze keer was het dan 7 tegen 7 met buitenspel en de rest was 8 tegen 8 zonder buitenspel. En dat wisselen we elke week een beetje af. Ja. In mijn tijd moest ik altijd de bal ingooien, maar hier is het indribbelen. Ja, we doen het indribbelen om het spel lekker snel te houden. En het ingooien gaat pas vanaf onder 13 op BVO-niveau wordt dat ingevoerd. BVO betaald voetbal. Ja, betaald voetbal, ja, sorry. Maar je bent daar wel een expert, jij al, hè? Ja, het gaat snel. Je leert snel. Ja. Het is wat anders dan de lokale voetbalvereniging in het Westland. Ja. Hey, en wat zie je van de talenten? Hoeveel kinderen zul je hiervan het eerste van Sparta halen, denk ik? Lastig, dat is heel lastig in te schatten. Ik hoop wel dat het is een talentvolle groep binnen Sparta. En ik denk wel dat er zeker wel 3-4 talenten het eerste elftal moeten gaan halen van deze groep. Maar we proberen uiteraard alle 20 jongens, we hebben een selectie van 20 jongens om die op een leuk niveau te zorgen dat ze goed terechtkomen op een goed niveau. Maar ja, het stadionhalen is niet voor iedereen weggelegd. Dus het is afwachten. Over een jaar of 8 weten we het. Ja. Wat ook mooi is dat het publiek ver van het veld staat. Ja, expres. We willen niet dat de ouders invloed hebben op het spel. De kinderen moeten doen wat de trainers hun meegeven en vooral wat ze zichzelf hebben aangeleerd op trainingen. Dus hoe verder de ouders weg staan, hoe beter. We hebben een paar weken geleden ook een toernooi gedaan zonder ouders. Zijn we naar Heerenveen geweest 3 dagen zonder ouders. Omdat de kinderen echt alleen met de trainers kunnen overleggen en dingen kunnen discussiëren. En dat beviel goed. Hoe oud ben je, Colin? Ik ben nu 26. Maar je ziet er al uit als iemand die goed met kinderen moet gaan. Ik zie ik al doe dat goeie, al goeie papa aan jou. Ik doe het al wat jaartjes, ja. Dus dat gaat me goed af. Okay. Hey, en wat zie je, wat vind je het leukste van het coachen? Wat ik het leukste vind van het coachen? Ik vind vooral het omgaan met kinderen die heel talentvol zijn, vind ik heel leuk. Ze hebben één ding, ze moeten om 5 uur op het veld staan, ze staan om 4:15 al. Ze hebben zoveel plezier onderling. We hebben een leuke staf met de trainers en de begeleiding. Maar zelf vind ik wel gewoon het leukste om met de kinderen om te gaan en te zorgen dat zij over een paar jaar het stadion gaan halen. Ja. En als je kijkt naar die kinderen, waar komen ze allemaal vandaan? Overal. We hebben 3 jongens uit Zeeland, dus die zitten echt heel veel in de weg. Jongens uit Dordrecht, uit Rozenburg, uit het Westland dan ook 3 jongens. 2 uit Naaldwijk en 1 uit Kwinshul. Dus ja, ze komen echt uit alle hoeken. Zitten er al Kop en Kres kinderen bij? Er zit eentje die woont naast de Zwarte Dijk vestiging, dus die woont op de Zwarte Dijk zelf. Dus misschien dat hij later nog wat uurtjes, als hij uurtjes over heeft, dat hij daar nog kan gaan werken. Maar ze willen maar 1 ding en dat is proefvoetballer worden uiteraard. Jij bent speler van Sparta onder 11. Yes. Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik speelde eerst bij DHC en ik werd gescout. En toen mocht ik een paar keer meetrainen. En toen had ik te horen gekregen dat ik bij Sparta mocht spelen. En dit is mijn derde jaar bij Sparta. Ja, ja. Jullie spelen een bijzondere competitie door het hele land. We moesten eerst een paar drie luiken. Dan moeten we tegen 2. Ben je zenuwachtig? Want je wippelt steeds. Oh, ja? We moesten 3 luik tegen 2 andere teams een paar keer. En als we... We hadden veel gewonnen daardoor en nu zitten we in de hoogste pool van de Eredivisie van onder 11. En hoe bevalt het? De ene keer speel je 7 tegen 7 en 8 tegen 8. Ik snap af en toe niet wat jullie moeten doen. Soms spelen we 7 tegen 7 en soms 8 tegen 8. En waarom? Ze willen dat we het allebei oefenen en dat we verplaatsen. Dus ook met een man minder. Oh ja, maar dan speel je ook wel met buitenspel en zonder buitenspel? Ja, voor later dat.
dan kunnen we dat ook oefenen. Oh ja, moet je veel nadenken zeker? Ja, dat wel. Ja. Hey, maar nou nog iets, hè? Je hebt altijd een vaste support die met jou meegaat. Je oma. Ja. Mijn moeder moet altijd werken. Ja. Nou, niet altijd. Die moet soms gewoon werken. En mijn vader die wisselt altijd af met mijn broer. Want je broer speelt ook, hè? Ja, die is dit jaar gescout door ADO. Ja. Maar die komt binnenkort ook naar Sparta, toch? Ja. Hé, hey, maar nou, je moeder, die ken ik toevallig heel goed. Ja, ik wist dat niet. Nee, maar je hebt je opa nooit gekend, hè, helaas? Nee. Wat weet je over je opa Hans Doyé? Dat hij trainer was bij PSV. En voor de rest niet heel veel. Dan gaan we ook trainen bij de KNVB. Toen was ik collega van hem. Oh, dat wist ik niet. Een hele goede trainer. En hij kan heel goed voetballen ook. Ja. Ik heb hem ook zien voetballen bij Haarlem en ADO. Nee, nee, bij Holland Sport. Oh. Wist je dat? Nee. Ik wist wel dat hij gevoetbald had, maar niet daar. Ja. En nu heb je ook een hele goede trainer. Althans, een hele aardige trainer, denk ik. Colin. Ja. Wat heb je van hem geleerd? Gewoon verplaatsen en omschakelen vooral. Dat zijn wel ingewikkelde woorden, omplaatsen en omschakelen. Wat houdt dat in? Omschakelen is bijvoorbeeld als je in de aanval staat, dat je terug in de verdediging komt. Ja. En verplaatsen is dat je van de ene kant naar de andere kant gaat. Okay. En krijg je ook wel tips van je oma? Nee, niet echt. Meer van mijn vader. Okay. Hey, en dan nog iets. Hè. Toen ik jou zag voetballen, dacht ik dat is een bijzondere. Dat is Ibrahimovic, dacht ik. Hoor je dat wel eens vaker? Ja, soms. Ja. En waarom doe je dat haar zo mooi? Ik weet niet. Toen ik 4 was, toen zag ik het een keer. Toen dacht ik, dat vind ik ook wel leuk. Dus toen dacht ik, ik ga dat ook doen. Mag ik even kijken tot ik het film? Want ik begrijp dat dat heel lang moet gaan worden. Hè? Want wat ga je dan doen? Nee, het is al heel lang. Ja. Het komt altijd op mijn rug over. Oh. Alleen, ik hou het nu nog even zo. Ik kijk wel. En daarna? Wat gaat er mee gebeuren met die haren? Ik weet het nog niet. Oh, ik hoor dat naar een goed doel zou gaan. Oh ja, als ik het af ga knippen, dan ga ik het naar een goed doel doen. Oké, nou wel mooi, mooi hè? Yes. Hey, dan wens ik jou heel veel succes. Yes. En laten we afspreken dat ik over 10 jaar jou weer film. Is goed. Als jij het debuut maakt voor Sparta 1. Oké. Okay. Goed zo. Yes. Dag. Dankjewel. Het was weer een mooie dag, maar uiteraard sluiten we af met een gezonde snack. Dat ook in het weekend hebben we daar mee te maken.